Zo, jongens, dank u wel bij een nieuwe video van mijn kanaal Bubsje Bobby. Zoals jullie in de vorige video hebben gezien, ik heb dus van afvalmateriaal een slijpmachine gemaakt. Het is een slijpmachine, er zit gewoon een slijptol in. Iedereen kent wel een afslijpmachine. Heb je zo zag je er 90 graden recht doorheen. Nou ja, ik heb die dus helemaal zelf gemaakt, als je die wilt zien. Hierboven of daarboven, waarschijnlijk daarboven, staat hier nou een beeld. Kan je erop klikken, kan je de video bekijken. Wel na deze video, want eerst deze video. In deze video gaan we van een veer van een achteras, waarschijnlijk van een auto en een schokdemper van een auto, een soort... Ja, we gaan ze samen koppelen. Iedereen kent dat wel van een auto. Je hebt een veer en er zit dan een schokdemper in met twee van die platen. Waarom pak ik er zomaar geentje uit gewoon een auto? Nou ja, dan krijg je zomaar toch een beetje het uiterlijk van een auto. En een auto uiterlijk, ja, dat wil ik zomaar een beetje vermijden. Dus ik probeer zoveel mogelijk zelf te maken dat ik niet onderdelen nodig heb uit een auto. Want dan krijg je toch een beetje dat het auto-achterlijk goedkoop, simpel eruit ziet. En natuurlijk een veer en een schokdemper komt wel uit een auto, maar hoe dat ze nou samen zijn gekomen is toch weer iets anders als dat je moet kopen van een auto. Dus we hebben een veer, we hebben schokdempers, we hebben ijzeren platen, we hebben dit, we hebben dat. Gaan we maken. En dan uiteindelijk is het dus dit geworden. Een veer van een auto, een schokdemper van een auto. En ik heb dus samen, alleen heb ik die buis gezaagd. Een buis van 100 mm, 10 cm in doorsnede. Een ijzeren plaat rondaf gemaakt. Hier heb ik nog wat opgeschroefd. Dat is gewoon eentje kan de bouw erheen, eentje zit schroefdraad in. En hier tussen komt dan samen een strip met allemaal verschillende gaatjes erin. Dat je hem kan stellen samen. Speciaal van kracht en alles. Dat vertel ik nog wel een keer als we gaan installeren. Aan deze kant een buis van 60 van 6 cm. En hier heb je hetzelfde. Waarom zit er trouwens een moer? Nou ja, precies die afstand zeg maar. En deze kan ik er nog vanaf halen, want die zit gewoon daar geschroefd in de schokdemper. Zus en zo, dat is er weer eentje. Gewoon zeg maar een simpele schokdemper voor het nieuwe project. Wat wordt het nieuwe project? Ik heb dus zeg maar een Suzuki Wegstraat Race Motor gekocht. Met een 600cc motor, 80 pk, 4 38 mm carburateurs. En een 6
speed versnellingsbak. Zou ik zeggen van, als je nou de veerpoten met schokdempers, veren en alles heel mooi prachtig vindt geworden, geef ook een like op deze video, want bij de 100 likes betekent een nieuw project, nieuwe video. Oh, is echt vet. En ja, ik zou ook meteen zeggen van, bedankt voor het kijken naar de video. Als je meer van zo'n soort projectjes wilt zien van een kleine veerpoot, bijvoorbeeld een machinetek maken of zus en zo, gaat er nog allemaal aankomen, want ja, ik ben dus bezig met een nieuw project zoals ik al had gesteld. Weer een nieuw project, buggy net klaar, trike is nog ineens klaar. Ja, ja, dit is trouwens ook meteen groter als mijn crossbuggy, want dit moet echt degelijk worden, want ik ben ook samen van plan met een nieuwe ding. Stel, ik moet bijvoorbeeld een remcilinder erop maken. Dan kan ik daar goed een week lang mee bezig zijn van vooraan tot achteraan. Of ja, bijvoorbeeld, hè, en stel het is dan niet goed, dan sloop ik het gewoon allemaal weer ervan af. Want dit ding moet echt tussen de 90 en 100% perfect worden. Ja, en bij de buggy was zijn we binnen een week, flikken we gewoon alles erop en we gaan rondrijden. Nou, dit ding, weet je, ik heb de tijd, ik heb jarenlang, waarschijnlijk ben ik hier jarenlang mee bezig, maar ook al ben ik hier een jaar mee bezig met een nieuwe ding, voordat we een testrit kunnen gaan maken, dan is dat zo, want ja, ik wil hem zeg maar niet afraffelen, ik wil hem maar echt perfect hebben. Maar dat zien jullie in de volgende video. Ja, jullie weten wat jullie kunnen doen, 100 likes, komt de video online. Dus jongens, bedankt voor het kijken, geef een like en doei.